Wat wil je zeker nog bereiken met YouTube? En ondertussen streamt in de auto gestapt. Hashtag het gamekonijn. Hey gasten van het gamekonijn, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer in Amsterdam eventjes. Maar het is een iets andere dienst dan normaal. Want normaal doen we natuurlijk een politiedienst, maar een topcomment in de reacties had aangegeven dat ze een Q&A wilden. Dus die komt nu even in beeld. Dat is een topcomment. En ik ga gewoon denk ik elke week topcomments behandelen. En toen heb ik in de Discord heb ik gevraagd wat voor vragen zij willen stellen voor de Q&A. Dus als jij nou dit vaker wil zien, zo'n Q&A of zo, join dan even de Discord, want daar ben je op de hoogte van al die dingetjes. En dan gaan we beginnen met de eerste vraag. De allereerste vraag is, hoe ben je op de naam het gamekonijn gekomen? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed. Ik was op zoek naar een naam. En ik dacht, het moet specifiek zijn. Er moet geen kanaal van zijn. Op dat moment was er van het gamekonijn één ander het gamekonijn, maar met 6 abonnees of zo. Dus niet boven de 100. En daar ging het mij om. En voor de rest ook geen 10 andere. Dus ja, ik vond het een geschikte naam. En het had iets met games. Het moest iets met games. Want ja, hè, dit is een gamekanaal en geen vlogkanaal. Dus ik wilde het game. Wilde ik er sowieso in hebben. Dus toen dacht ik het game. Maar ja, het game, daar is al heel veel van. Dan heb je het games. Nou, dat is dan Harm geweest, zeg maar. Die andere YouTuber. Dus ja, dat heeft ook weer geen nut. Dus toen kwam ik uiteindelijk op het game konijn. Omdat ik dacht aan een konijn. Ja, vraag me niet hoe. Maar zo ben ik daar opgekomen. En dat is eigenlijk het verhaal achter het gamekanaal. En wat is mijn echte naam? Nou, mijn echte naam is Kilian, maar ja, dat wisten jullie waarschijnlijk al. Of tenminste een deel van jullie, want als jullie mijn livestreams kijken, hoor je dat er regelmatig voorbij komen. Dus zorg dat je bij de livestreams bent, dan weet je dat soort dingen. Maar dat is mijn echte naam. Volgende vraag is van weer gewoon klein. Ik zal trouwens even de namen erbij zeggen, maar ik zal de reacties ook even in beeld zetten. Wat vind je van Sui? Ja, ik heb niet zo heel veel contact met Sui. Jullie denken altijd dat ik de hele wereld bepraat. Maar ja, hij heeft deze game gemaakt. Voor de rest speel ik deze game. Ik maak wat video's op deze server. Maar ik heb niet heel veel contact met Sui. Maar Sui is een goede gozer. Hij heeft het wel goed voor elkaar. Dan heb ik SmallXLGamerAlt1. Wel een naam ook. Die vraagt, waarom ben je gestopt met Minecraft op je kanaal? Nou ja, ik zag dat mijn kanaal draait vooral op Roblox. En jullie vinden Roblox toch wel het allerleukste dat er is. Dus waarom zou ik Minecraft gaan uploaden als jullie graag Roblox willen zien? Dat heeft geen zin. Dan verknal ik één uploaddag voor veel leukere content. En ik vind het zelf ook veel leuker om Roblox content te maken in plaats van Minecraft. Dus dat was de reden. En gelijk nog een vraag van XLGamerAlt1. Ga je nog andere spelletjes op je kanaal posten? Dat weet ik niet. Mijn kanaal is op dit moment gericht op Roblox. Dus ik wil misschien een derde uploaddag erbij gaan doen. En misschien wil ik daar nog iets mee gaan puzzelen met andere games. Maar eigenlijk zit ik er meer aan te denken om misschien een Tycoon of zo dat te gaan spelen. Of wat je allemaal vaak bij andere YouTubers ziet die Roblox spelen. Neem een DutchTuber. Ja, die speelt ook Roblox. Nou, die speelt dan vooral Roblox in, wat zijn het, Tycoon, Cities, weet ik het wel allemaal. Nou, dat lijkt me ook wel leuk om nog te doen. Dus ik denk dat ik het voor nu even bij Roblox hou. Misschien ooit nog wat meer. Laat in ieder geval in de reacties weten wat jullie willen, want dan weet ik in ieder geval waar jullie interesses liggen en wat ik eventueel zou kunnen doen. Want ik wil natuurlijk wel dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Dat vind ik belangrijk. En daarnaast moet ik het zelf leuk vinden. En als ik het niet leuk vind, ja, dan houdt het helaas op, jongens. Hoe kwam je op het idee voor YouTube? Nou ja, dat is vrij simpel. Ik heb YouTube altijd al leuk gevonden. Maar ik had gewoon nooit zo'n goede PC. Ik had gewoon echt een computer. Dat was een laptop, daar kon je niet zo heel veel mee. En ik heb wel oude video's uit 2012 of zo. En ik was toen ook echt 12, of kijk, dat is 8 jaar geleden. Ja, dat was 10. Dus ja, dat kan wel. Maar 8 jaar geleden. Ja, joh, zo 8 jaar geleden. Zo, ik crashte even.
Dat soort video's. En toen was ik met Minecraft bezig. Maar ja, er werd allemaal niet veel bekeken. Maar toen vond ik het wel leuk om te doen. En toen dacht ik, toen ik een nieuwe computer had gekocht, toen dacht ik, ja. Met deze computer kan ik in principe redelijk gamen en redelijk YouTube doen. Dus waarom ga ik geen YouTube ervan maken? Want ik vind het leuk om YouTube te doen. En in eerste instantie was mijn ding echt... ik moet gewoon die motivatie blijven houden, zodat ik die 100 abonnees hou. Maar die 100 abonnees waren zo snel om de hoek. Dat was echt insane. Ondertussen zitten we op 470 nu ik deze video opneem. En het is zaterdagochtend. Ik ben een beetje laat met opnemen. Ah jongens, ze gaan echt enorm snel. En ja, dat is echt super dankbaar. We zitten bijna op die 500 abonnees. Dus hopelijk halen we die een beetje snel. En nog een vraag is, waarom doe je er geen facecam bij? Nou ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken met dat ik in eerste instantie geen facecam heb. En ten tweede, ik wil jullie kijkers niet wegjagen van mijn lelijke gezicht. Dat is, dat is even kort gezegd waarom. En die vraag kwam van Flamingo, oh my god. Ik vergeet die naam het steeds te zeggen. Dus ik knip ze sowieso in beeld. Sta je gewoon in beeld. Is het hopelijk goed. Dan vraagt BRM, vraagt... Wat is jouw favoriete game op Roblox? Nou ja, mijn favoriete game op Roblox, dat is denk ik wel duidelijk. Dat is Amsterdam Noord-Holland. Want hier zitten ook gewoon de meeste van jullie kijkers. En... ja, ik merk gewoon dat jullie het heel leuk vinden als ik speel. En ik vind het heel erg gezellig om met wat mensen te roleplayen. En de roleplay is ook echt goed als je eenmaal aan het roleplayen bent. Dus zeker Amsterdam, Noord-Holland. En onderaan wordt gezegd gelijk Leeuwarden. Nou ja, Leeuwarden vind ik een leuke game. En ik vind dat het realistisch is. En handig is met van die meldingen die je krijgt. Je krijgt meldingen binnen, daar kun je op afrijden. En weet ik het allemaal wel. Maar, qua leukheid vind ik toch Amsterdam. En ik weet niet waarom. Want Leeuwarden heeft echt een realistische map. Maar Amsterdam blijft gewoon de leukste. Dan heb ik nog een vraag van Luke Loic Gamer 1. Ik hoop dat ik het goed zeg. Die zegt, wat wil je zeker nog bereiken met YouTube? Nou ja, iets wat ik zeker nog wil bereiken is die 500 abonnees. En de 1000 abonnees. Dat is zeker mijn doel. En wat daarna mijn doel is, dat weet ik nog niet. Want je moet steeds je doelen natuurlijk verleggen. Maar we zitten bijna op die 500 abonnees. Dus hopelijk gaan we dat een beetje snel halen. Want we schieten nu weer de laatste paar dagen schieten we weer omhoog. Ik zie gewoon echt 6, 7 abonnees per dag erbij komen. Dus ik hoop dat we wel een beetje snel zitten. En dan hebben we nog een vraag van Seva. Wat vind je van SpongeBob? Nou ja, beetje sponsor. Een beetje droge vraag. Nou ja. Dus dat. En ondertussen streamt in de auto gestapt. Hashtag het gamekonijn. Maar dat waren een beetje de vragen. Vind je dit soort dingen nou leuk? Dan moet je dat even laten weten in de reacties. Want dan kan ik dit soort dingen vaker doen. Ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. We gaan nog heel eventjes op zoek naar reset. Die moeten we zoeken blijkbaar. Dus dan doen we dat nog eventjes. En als je dit soort video's nou leuk vindt, laat even weten. Want ik wil ook nog een derde uploaddag erbij gaan doen. Wat moet ik op die derde uploaddag gaan doen? Want, ik kan bijvoorbeeld weer een Amsterdam video extra er nog bij maken. Maar dan heb ik 2 Amsterdam video's en 1 Leeuwarden. Maar ik kan natuurlijk ook nog een tycoon of iets, of random games testen. Wat jullie willen, dat jullie iets insturen en dat het, dat ik het opneem voor jullie. Dat, laat me weten, want ik ben heel erg benieuwd wat voor games jullie nog op dit kanaal willen zien. Ondertussen is deze niet aan het rijden, ondertussen. God. Voor een herhaling, ondertussen, maar goed. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. En, voor de mensen die het leuk vinden en op TikTok zitten. Ik heb dus ook een Het Game Konijn TikTok. Dus als je nou mij wil volgen op TikTok, even Het Game Konijn heet ik. Zo. En dan kun je mijn TikTok zien. Want ik had dus een TikTok laatst gemaakt met, van mezelf, zo. Een ravage is die hier, joh. Van, mijn Roblox karakter dat ik lekker aan het dansen was en zo. Die werd echt goed bekeken. Echt 600 keer of zo. Dat is echt insane. En ik heb gewoon amper volgers op TikTok. Al mijn volgers zitten natuurlijk op YouTube. Maar we gaan natuurlijk proberen om het, om mijn volgers van TikTok even goed over te zetten, zeg maar. Om die eventjes naar,
naar YouTube over te zetten. Dat zou wel lachen zijn. En misschien willen jullie ook nog wel andere diensten zien op Roblox. Dus dat jullie zeggen, hey, vervang een keer een politiedienst. Want ik heb nu ook een politiedienst vervangen in dus een Q&A. En ja, als jullie dat nou super leuk vinden, dan wil ik best wel een keer bijvoorbeeld een ambulance dienst doen. Of nog een keer een Q&A. Of wat jullie ook maar willen. Moeten jullie het even aangeven in de comments. En dan, ja, hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video, want ik ga hem nu afronden. Als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwe dingetjes, de Het Game Konijn Discord, jongens, staat in de beschrijving. Dus ja, ik hoop jullie daar te zien. En ik hoop jullie natuurlijk te zien bij een nieuwe video aankomende woensdag om 12 uur. En dan zeg ik voor nu, laters.